Yo kijkers en leuk te kijken naar een nieuwe. Wat zit daarin? Dit was het vorige pakketje die we binnen hebben, die we wel hebben uitgepakt. Daar zat de spinner in. Deze mooie spinner van de Pokémon. En we gaan vandaag naar een groot pakketje toe. Of zullen we wat minder groot pakketje doen? We gaan deze doen. Deze doen we in de andere video. Die komt volgende week dus online. Of deze week nog ergens. In ieder geval heb ik deze. En het is zacht. Je kan erin knijpen. Ik denk dat het een knuffeltje is. Want ik bestel hier tegenwoordig heel veel knuffeltjes. Kijk daar maar. Want dat is mijn kleine verzameling Pokémon knuffels. Die daar zit zo. Kijk, allemaal Pokémon-knuffels. Dus ik denk eigenlijk dat dit ook een Pokémon-knuffeltje is eigenlijk. Zo. Dus ik denk dat hier rode Pikachu in zit. Als ik het goed uitspreek. Maar ik denk het wel. Dus hier zit een Pikachu in. Klein. Helaas wel. De volgende keer ga ik een grote bestellen ervan. Maar hier zit dus een Pikachu in. Van AliExpress, ja. Ik heb het goed. Hier zit mijn Pikachu in. En toen viel mijn opname uit. Dus het is een Pikachu. Het is een kleintje, vind ik wel heel jammer. Ik heb hier toch wel wat geld voor neergelegd natuurlijk. Ik had verwacht dat hij groter zou zijn. Maar bij AliExpress zijn de knuffeltjes die je dan bestelt vaak een stuk kleiner dan je dan verdenkt. En bij Wish zijn ze wat groter. Ik vind wel, de kwaliteit vind ik wel heel gaaf. Het is niet dat je deze open kan doen. Dat vind ik wel jammer. Want bij de echte Pikachu kan je deze afdoen. Want in principe Pikachu is een geest-Pokémon. Het is een laken die over zich heen heeft gedaan. Als een Pikachu te zijn. Maar het is wel een leuke. Een leuk knuffeltje zo. Ik had deze natuurlijk wel weer af. Nou, wel af. Want dat slaapt minder fijn als dat erop zit. Maar in ieder geval heb ik een Pikachu uit dit pakketje gehaald. Vond je deze video nou leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer daar beneden. En ik zie jullie ook bij een nieuwe. Wat zit daarin?